spijt van. Ik heb de opname net aangezet en die wordt straks een rage quit. We moeten ook beginnen. We hebben dus eerst de qualifying ronde van een half uur, of wat was het nu? Ja, een half uur qualifying. Ja. De eerste 5 minuten gewoon spenderen in de pits, eens kijken naar de episode. Ja. Even wat strategie, pitstrategie. Vol tanken met je handel, dat is wat ik doe. Vol tanken. Pitstrategie, nieuw, even kijken. Wet. Ik ga eerst eens een tijdje zetten. Dat ga ik eerst eens doen. Dat is lekker rustig op de baan. Nou, de rest is toch met pitstrategie bezig. Oh, gaan we dat zo doen? Ja, ja. Ah, ja, ja. Het fuel, ja, 43 liter. Denk ik ook, ja. Change tires. All. Waar kan er maar 54 liter in? Kan ik geen hulptankje? Even kijken, ik heb nu hard volgooien, soft volgooien, hard half, soft half en wet half. Wet half. Ik denk dat dat genoeg moet zijn. Even kijken, zet hem. Kunnen zet hem loose. Ik ga ook gewoon rijden. Goedenavond. Oh, de laatste. Beter de laatste dan degene, hè? Hoe zullen ze zeggen? Project Cars is nog aan het updaten, dus geef mij nou een moment. Oh, qualifying duurt nog een half uur. Ik wil dat ik dat ga halen. Oh, die zijn niet leuk, maar wel schaduw die auto's. Die mannen wel schaduw staan niet op post, hè? Nee. Ik wil het direct weten, want ik ben hier mijn eerste meter tussen het rijden. Paul, heb jij zes afstaan? We staan allowed, ja. Die heb ik niet aan. Nou. Oh, normaal staat dus, ja, als ze allowed zijn, dan staan ze meestal niet voldoende aan, maar bij deze staan ze uit. Nou goed, maar niet uit. Hoppakee, crossing the line. De pit lane bedoel ik dan. Dan gaan we toch maar doen om de extra die mogen doen. Ja, we zijn met 6 op mijn 9 al. Hallo Jan, hallo. Mooi, je ligt allemaal deel op de baan, man. Ga dat weer hier. Dat klinkt een stuk beter als die andere. Zo. Nou, het gehouden. Dan is het wel wat wacht. Je rijdt er eentje rond, die heeft helemaal geen carrosserie meer. Ah, dus. Ja, die ging anders de boven, dus. Setting is voor Bush wel even fysieke inspanning. Het is wel even zwaar gezet of zo. Ja, ik heb nu op de staan. Ah, oké. Okay. Maar hoeveel procent versterking heb je vanaf je driver? 75%. Oké. Okay. Nou, die 1000 pk die moet ik wel. Tjonge.
regen ook aan? Vol heb gezegd van wel. Of is het gewoon wel? In de qualifying of de regen? Inderdaad. In de regen, man. Ja. Mooi zo. De snelheid of wat? Ja. Ja, hoe goed is het? Is dat de snelle ronde? Lijkt me een oud hier, lijkt me een diesel zeker. Ja. Yep. Oh jee. Is dat echt waar? Ja. Mm-hmm. Oh, dat was een bouw. Dat was in Project Cars 1 ook al trouwens. Oh, voilà. Die was zoet kachel was er toen ook al bij. Heb ik geen toegemaakt? Nope. Je voelt gewoon niet echt. Op maar zo wel grip. Ja, dat is echt wel nog wel, als je geen tendrie. Hebben jullie allemaal wel geoefend of nee? Ik heb niet. Ik denk allemaal. Alleen op de ras echte Hollanders. Ik heb een beetje geoefend, maar dat was vorige week. Maar hij kon het niet ook. Maar die moeten zich nog excuseren voor Max Verstappen van dit weekend. Ja, godverdomme, ja, glorie jongen. Oh, manneke. En als ik had een kramp liever, maar niet om al te geven. Nieuwe Maldonado van Holland. Ja, dat klinkt wel te horen. Lijkt op zijn waarde. Ja, dit die dag. Ja, dat had wel wel warm, zeg maar. Ik heb een geheimje te vertellen. Ik heb een warme fuel mixer. Wat een rijk. Oh nee. Spaans motor. Dat kan niet. Dat is LMP1 dat jullie rijden? Ja. Ah, bijna. Vind je dat niet mee? Nee. Hoe is het updaten? Eén zo. Zo. Nu ben ik er bij. Wat dan is? Ah, is er geen Aston Martin meer? Damn it. Maar vier auto's? Ja. En geen Porsche. Ja, dat is eigenlijk nog gekocht. Maar nee, want dat heb ik gekocht. Ik
heb al, ik weet niet hoeveel Porsche erin staan, maar niet bij LMP1. Jongens, hebben jullie manual pitstops of automatische? Oh, het is manual. Ja, maar niet in het spel zelf, hè? Oh, zelf heb je die op auto staan, hè? Niet in dit spel voor gedefinieerd, hè? Nee. Oké, en dan moet ik er even uit, denk ik, want ik heb hem nog op manual staan. Daar, back. Ja, 206, ja. Exit. Het is niet zo snel? Of wel? Snel, nee. De snelste tijd is een 1.56, maar goed, dat is iemand die vast weet wat hij aan het doen is met die setups. Ja, je kunt 1.52 gaan, ja, dat is een van de snelste tijden, geloof ik. Dan moet je het echt goed kunnen. Even kijken, options. Ik kan veel gelapt worden. Even kijken, race engineer. Moet wel wat eerder in als andere auto's, maar goed, gaat ook wel hard aan. Het geluid is zo in de roco. Back. Pitstop. Godverdomme, Mark. Ja, mijn eerste pitstop van vandaag. Oh my Mark. God. Sorry Mike. Daar leeg ik tegen de berm, helemaal dood. Het klopt dat ik geen beer is, hè? Nee, ik heb ook kerst. Alleen kerst, volgens mij. Ja, dat doet hij automatisch zeker. Ja, nou, als je het gaspedaal 95% indrukt, dan rijd je kerst niet af. Dan kun je meer spelen, zeg maar. Dat was de reden waarom ik ooit een andere gaspedaal heb gekocht. Oh ja! Lang geleden.
6 ga ik het niet redden, jongens. Oh, daar komt Cliff voor mij. Oh, daar Cliff. Hoi, hoi. Hallo. Ja, goed, dan gaan we zo meteen in de race wel zien wat er gebeurt. Power driften met een LMP, dat kan je wel. Ja. This is practice or this is qualifying? Qualifying. Okay. Sorry. Wat dit ik al in zat. Sorry. Ik heb net geen pit. Holy crap, is this? Dacht dat ik niet zo breed was. Nou, ik kan een pitstrategie op armstap. Toch op default staan. Dat is typisch. Dat is al leuk. Kom maar, wie zit er? Mooie tijd, Peter. Leuk. Ja. Dank u. En dat was nog met 15 liter aan boord, kwam ik net achter. Dus heb ik er nou de helft van uitgegooid. Dat was iets van 40 liter, want ik had al een paar rondjes gereden. Internet. Nog één stint proberen op de softs. Plek van de hand. Ik fix dit. Ik denk dat een trek daar te warm voor is. Voor de softs? Ik heb nog iets. Ja. Hey. Ik kan het gewoon proberen. Met mij valt de motor uit. U brok die internet. Ja. Benzine nog? Nee. Ja, nul. Hoe kan dat nou? Weg nu wel weg. Dat zal het niet wel zijn. 0 liter. Dat is wel prettig.
inderdaad. Ik zit ook nog 55 liter op te rijden. Ik heb nog 22. Ik heb er net een half uit gehoord. Ik heb er nog 17 in zit. Zo, Peter. Oké. Zo. Rechts. Ja. Waarom blijf je nou niet opstaan? Ik snap helemaal niks van. Ik heb gewoon een melding gestaan. Dat is waar. Heb je de setup niet gedaan? Natuurlijk, er staat ook niet op melding. Je pit strategy. Hey, ik heb het goed. Strategie, die heb ik gekozen, die staat. Nou, op. Die kies ik. En als ik kies, dan geef ik 0 liter aan. Nou ja. Jezus, van een onzin. Misschien kan er iets sneller. Nou, gaan we eens proberen, blijf. Ik was het niet. Ik ben niet. Nu wordt het weer een rutsje te hebben. Een beetje knoei. We kunnen nu de brandstof eruit halen met een pit strategy. Nee, met gewoon dat we naar die setup gaan. Ah. En dan naar de engine of zoiets. Ja, ja. Naar bovenin. Ja, ja. Oké. De temperatuur in de banden lijkt op te lopen als je wat langer remt ofzo. Peter, ik zit achter, ja. Oh. Ja, ik ben opgewaard voor een snelle ronde. Pas gaat erop. Oh. Ah!
vlak. Hoe kun je zo in één keer zoveel harder accelereren? Wat heb je met die settings gedaan? Nee, je hebt hem op snelle topsnelheid zit er niet in. Ik zit er nog naast, hè? Ja, ik had mijn kers gebruikt te vroeg. Of weet je? Ja, kijk. 3 minuten. En dan had ik geen goede seizoen. Nou. Ik zie er wel een keer gewoon met die fotsen te krijgen. Nou. Oh, hoe kan het dat je zoveel harder gaat, man? Ik snap gas geven. Zie je al in één keer. Ja, gas geven. Ja, ik geef gas, maar er gebeurt niks. Dus het hardste harder kan die niet, hè? Nee, waar ga je in? De rest gaat hij beter. Ja. Zo. Oh ja, ik moest nog iets aanpassen. Nou, half top 2,95 loopt hij nog. Mama, ik dan. Top 16 mannen. Aan het einde krijg je een stuk 92 ongeveer. Ik heb 306 aangegeven. Waardoor de kerst niet in een roes kunnen gebruiken. Ik heb nog 3,6 liter, moet ik nog één ronde mee kunnen doen. Ja, dat was het, qualifying. Dat is een goed. Oké, ik heb nog wat tijd afgereden. Hoe kun je die pitstrategie selecteren? Hij moet je in het begin even maken, René. Ja, die heb ik al, maar die moet je toch op begin. Met het inkomenmenu. Ja, en dan zet je erop en dan, hoe selecteer je hem als je op die keuze hebt gemaakt? Dan is dat degene die geldig is. Die wordt gedaan dan je dan met, ja, dan moet je met pijltjes nog eens een keer naar rechts houden. Ja, ik snap hem. Ja.
een seconde krijg ik nog wel afgereden. 204. Met de default setup. Ik heb nog 1 liter in mijn motor. Come on! Oh, ik ga Mark volgen, want daar redt hij niet. Mark! 0,7. Hier is de pit entry, Mark. Ja, maar dat hoeft nou niet. Hé, hey, mijn knopje, wat is dat nou van onze? Ik kan geen pit request indienen. Ook dat weer niet. Ah, man. Voilà, mijn tijd toch weer verbeterd. Kun je niet sneller als mij ook? Nee, gelukkig. Nee. Gelukkig. Omdat de sessie gedaan is, denk ik, René. Huh? De sessie is nu gedaan, dus dat is daarmee, denk ik. Dat je niet meer kan pitten. Allee jong, een uur Spa, dit gaat afzien worden. Inderdaad. Met damage, met fuel, met tires. Dat is de damage ook op nu. Ja. Ja, wel. Alles. Oh my god. Maar je kunt het niet helemaal kapot krijgen, je kunt altijd terug naar de pits. Ja. Maar ik voel het aan dat ik na 10 minuten een rage quit ga doen. Ja, of na 2 minuten ofzo. Ik heb een potential 2044. Hé, hey, wij zijn derde? Huh? Ja. Hé, hey, proficiat. Wat? Ik ben genokt. Nice. 201.84. Heeft iedereen op iets gesaved van de replay ofzo, of kan dat nog niet? Nee, dat kan niet. Dat kan alleen bij de race. Ik heb een screenshot van de kort. Wacht even. Even wachten nou. Maar nou even kijken of die goed staat. Dat is even de vraag hier. De LMP1 zijn er bijna geen debris. Reden om eigenlijk met de wippen te rijden. Met welke auto's rijden jullie? Audi. Toyota. Audi. 4x4. Ik ga je met mijn zullen in de tank. Have fun and break. Nee. Breaking is overrated. Ja. Zo. Dan. Save. Sorry for it. Yeah. Oh ja. Die zegt niet mee. Ik ga hem serieus. Don't bump me. Yes, we will. Je. Paul. Poor guy. Hij kijkt maar achter hem en Luke, dus komt vast goed. René, je ja, top ready to do in a moment. Ready, oké. Okay. Het gaat ook nacht worden in zon, of? Ja, nacht en regen. Ah ja, dat weet ik. Oh, bang. Nou, de eerste schade heb ik al. Ja, ik ook. Ik heb uit de bocht. Au, oh, god, donder u. Mijn auto is al kapot. Oh, shit! Zo, dat gaan we kunnen leuk in. Oh man. Kunnen we hebben, René? Oh, zo, ik gewoon op de weg, hè. Mijn auto werkt ook naar rechts. Oh, die van mij naar links. Ik heb het idee dat iets kapot is aan mijn auto. Ja, ik doe het als ik het geef. Ik ging al net mis bij de start. Want normaal automatisch kun je gewoon gas geven, maar dat deed hij niet. En niet dat door. Schoon. Thank you.
meteen al de pits in duiken. Oh, sorry René! Je remde wel heel vroeg. Ja, ja. I think you need to come into the pit. It looks like you've got some suspension damage, so we need to check it out. 240, ik heb al suspensie. Wow. Ik ook. Ja, ik ook. Ik ben de pit ingereden. Me too. Denk je allemaal. Dat was nog weer wat voor het werk. Ik werk niet deze week, speciaal hier. Wie knalt het tegen mij aan? Die zoen boer. Ik hoop dat ze wel mijn stuur recht zetten, want... Ja, dat ligt, aan je pitstrategie, ja. Ik heb altijd repair al genomen. Ja, ik heb in de schelen dat het 5 minuten langer duurt. Nee, precies. Ik zie Paul staan, ik zie Max staan, ik zie René staan. Yep. Oh, die is goed aan het repareren. Ik weet niet wat ze aan het doen zijn, maar volgens mij krijg ik een nieuwe auto. Wam, wam. Dag Cliff. Dag Merk. Repair is halverwege. Ja. Ja, ik pak al die cijfers op conditie, jongens. Op conditie. Ik mag zo weg als het goed is. Ik nu ook ongeveer. Je pers in de helft nu. Voilà, ik sta op de 7e plaats. Ready, go! Ik sta op de 11e plek. Nou, de engineer is nog enthousiast. Dus dat is René. Dag Paul. Repair is ook bijna dan. Yes, 2 plekken gewonnen in de pits. Hoppa! Maar ik heb aanzetting gevonden, dat is ook wel goed. Ja, stuur staat weer uit. Mijn eerste rondje met de nieuwe setup waar ik nog nooit mee gereden heb. Ah, valt wel mee. Het rust natuurlijk wel beter. Zet. Goed de wereld verloren. Goed, die gaat lekker. Ik doe mijn best. Scanner penalty al. What? Ik ga ze meteen gedubbeld worden. Afvlaggen.
Zet hier geen eruit, dus groeivloeistof in en zo'n ding. Hoezo? Dat is gewicht. Dat is te veel gewicht. Dan kan je 1000 pk niet trekken. De schaduwen worden lang op de weg, dus op te gaan. Ja. Mijn banden beginnen te flikkeren. Achter, ja, maar. Ja, dan zet maar voorzichtig. Even weten, als je er voorbij wilt, kom maar openen, jongen. Ja. Oeh, dat is hier slecht te zien. Oh, 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 nee. Met die schaduw alleen al zie je het al heel slecht hier, vind ik. Oh, dat valt me. In ieder geval een lichtknap opstaan. Ah, shit, moet ik druk even. Ja, kom maar. Ah, wie zit er anders? Kom maar langs, man. Zo'n dag daar, hè. Hier kom maar. Ja, wat is dat? Die zoen babao, die zat te klagen over dat rammen en breken zo, die man heeft geen gehaald, die video. Zijn we die de eerste keer aan die nou? Ja, ik ben er maar mee gestopt, want dat heeft geen zin. Hoi. Oh. Ben ik van u een Twitter voor? Nee, maar ik ben een Twitter. Ik ben hier weer in de meter. Moet je echt hiermee komen? Oh, wat is er nu aan het doen, jongen? Die nummer 1 is niet goed bezig. Wat is hier nu dan? Ja, hij is wel langs het rijden aan het doen. Dit is niet verveeld. Ik denk het ook, maar ik dacht dat ik hem een toren had. Er was maar eens een cliff voorbij. Dat is niet de bedoeling, een cliff. Ja, sorry, hè. Kijk je plaats, Christopher. Oh, wat is dat kloot om de schaduw? Ik vind het wel mooi. De schaduw van uw eigen auto lijkt wel een beetje af, vind ik, maar voor de rest is het wel mooi. Ik denk dat ik Ben heb en Rick was trouwens. Zo zijn we ook bezig, hoor. There's a light drizzle over the
make the call. If you want wet, tell us. Ah, er komt regen aan ofzo? Ja, ja. Regen aan de pits nu. Roger, monster's lap. Moet ik nu de pit in, ja? Dat is te veel. Denk ik. Heb regen al, ja. Ja, als je nu binnen gaat, dan krijg je geen regens. Oh-oh. Je moet eerst half crashen en dan krijg je nog eens weer. Het is echt al Belgisch regen, hè? De zon schijnt en het kan regenen. Ik ben tegen de kop. 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 Ik heb tegen Het regent toch niet? Jawel. Jawel. Bij de fiets. Redelijk hard. Oh, hier wel, ja. Dus dan doe ik nu maar een pit request, of niet? Ja. Dit heb ik geen eind als de auto bij weer, jongens. Sorry. Als je er voorbij komt, be my guest. Nee, ja. De temperatuur is nog op het groen, ik hou vol. Ik ga opnieuw de baan, man. Het is echt wel de zon aan het wegtrekken. Ja, net is het toch wel duidelijk idee. Ik denk dat het volle bak wel hoor, dat is het rechtstuk. Ja, ja. Ja, zo. Schuren met je bak, bandentemperatuur houden. Hoe maakt hij nou wat lichter als je de pits ingaat? Ik snap er helemaal geen bal van. Polk in de pits? Ja. Dan blokkeert de pits. Oh! Kom, Darren! Sorry, Mike. Ik zag het niet goed vanuit mijn wc-rol-kijker. Oh man. Ik hoop nu wel dat ik dit krijg. Ik heb gekozen voor wets. Volgens mij heeft hij me helemaal geen banden gegeven. Ik weet niet of ik dat kunt kiezen. Maken we voor mij ook? Of, ik heb ook geen banden gekregen. Oh nee. Fuck, hij gooit hem helemaal vol. Ja, dat gooit hem ook niet uit. Ja, bij mij ook. Ik heb vol gegooid, maar ik heb wel nog steeds hard. 50 liter. Ja, ik heb ook nog altijd 6. Waar zie je welke banden dat gaat? Ja, hoe zit het daar? Ja, je hebt helemaal niks veranderd. Ik krijg regenblaadjes, mannen. Fuck you. Ik heb mijn strategie echt op wet gezet nu, dus... Hoe lang ging het regenen, Paul? De helft van de race. Oh, dus nog een half uur. Oh, fuck you. Hey, geen damage repair. Yeeha. Ja, man, voor die nat. Het gaat regen nog harder van. Regenen. Het gaat het regent echt hard, ja. En over een kwartier gaat het nog harder regenen. Oh, daar heb je echt niet voor gemoeid. Nu weer keer tegenkomen in de pits, dat had dat tweede. En nu de derde. Oh, dat geluid. We hebben dus over de natte weg. Ja, man. Humiliation. Ik krijg gewoon nog op slechts, kerel, man. Echt niet normaal. Ja, ik kom nog altijd, hoor. Ja, ik slip overal weg. Ik zou graag die banden willen veranderen, maar ik zou niet weten hoe. Ja, ik weet ook niet hoe ik het moet doen. Nee. Oh, man, ik zie alle kanten van de... Temperatuur erin, nou. Ja, ze zijn blauw, daar wel. Nou, bij mij ook keiblauw. Dan heb ik nog een andere tegen. Het is echt vet. Regent. Oh. I hate you! I fucking hate you! Ja, het is beter als in die reden we dit gingen doen. Ik ben niet beter als in die reden. Ik ga nu even veel. Jongens, ik kan helemaal niks op die slechts. What the fuck, zo. Het is donker aan het worden.
difficulté on peut voir. Via in-car menu. Via het in-car menu kan je de landen aantrekken naar wet. Ja, en toch heeft hij hem op advice staan. Current strategy. Oh. Ja, maar ik heb geen in-car menu. Fuck. Nou leg ik op mijn dak. Nou leg ik op mijn dak. Hoe ga ik in godsnaam aan die in-car menu, man? Abbas. Heel op lag. Nou jongens, ik lig op mijn dak en ik kan niks. Hoi Mark. Ken je niet? Is het? Nee, probeer ik net, dat doet het niet. Ik ga het toch tegen Mark aan ofzo? Ja, ik probeer mijn banden te wisselen. Nou, ik zit dat was het voor mij jongens, einde wedstrijd. Ik vind mijn... Ja. Als je nu in de pits gaat, krijg je in elk geval andere banden. Ja? Ik weet niet de welke. Moet wel, ik ben bestraft van achter. Dus ik heb daar een Mark aangetikt ofzo van achter. Ja. Super. Ja, ik heb het niet gekregen. Alright. En ik heb geen in-car game menu, dus als je lang genoeg wacht, dan kan je het niet doen. Als je de kinderen verwijderen, dus we zijn op 3 keer gelapt. Ja, nu ronde, wacht even, dat zien. Ronde 8, en dan? Ik ronde, Nee, wat lijn. Ah ja. Mensen afmaken, we zijn er maar met 8. Ja, ik heb hier geen idee van welke hoek op, hè? Maar hij is leuk, man. Dit is ook niet ongeveer. Ik vind het wel vet, hoor. Ja, we hebben een pitstop van level. Dankjewel, Tom. Mooi gedaan, hè? Mooi. Ga je dit nog mee? Nee, ik kan niks meer, hè. Ik lig eruit. Ik ben eens benieuwd of ik andere banden krijg. Hoe krijg je andere banden? Door het type van de ghost zich daar, jeetje. Nou, het stuurt wel een stuk lekker. Ze staan toch mijn andere banden klaar? Ja, kijk hoe. Dat hoef ik zo. Ik had hem op automatische selectie gezet, dus ja, het regen zou die normaal regen moeten pakken, maar ik kreeg gewoon schrik. Ja, ik ook. Toen ben je dan iets te snel in de knie gekomen. Ja. Ja, maar ik ben nou wel weer gewoon los voorbij. Ja, ik heb wits, jongen. Ja, ik ook. Hoe zie je dat? Dat is best een betere, man. Hoe zie je dat je dat krijgt dan? Ik heb de regen snel. Een vieze schummer van de regen. En ik kan sturen in de regen. Ja, dat kan ook ook, dat zal ik toch wel wet hebben, maar het is toch wel wat te helpen, zeg maar. Rustig met gas geven. Ja, ik moet wel anders rijden in de regen natuurlijk. Dat is wel normaal. Even de curb stond er wel. En een meter of 10 kilo remmen. Ik vind het wel echt cool dit. Ja, nu is het echt al donker en het regenen en het kut weer en mijn banden zijn blauw en... Dan krijg je die banden warm dan, die regenbanden. Gas geven. Ik wil net zeggen, mijn banden zijn wel mooi. Gas geven, echt gewoon gas geven. Ja? Blijven pushen. In grip zoeken. Ik zie niks! Roes, durf ik toch niet meer vol gas te nemen nu? Ga ik wel. Ja, ik ook. Geen probleem, zo, Roes. Ik vind dat hij beter rijdt met deze toestelligheden dan er juist. Wat voor man, hoor. Allee, jong. Als ik gewoon optrek, dan geef je al alle kanten op te vliegen. Dat is normaal. Ik ben met GT3, maar dat je niet gewend. Daar input is niet goed meer. De hele tijd mijn banden blijven blauw, hè. Oh.
Sorry, Clem. Nee, geen probleem. Jongens, ik kan bij jullie door de settings heen bladeren, dus ik kan wel even kijken wat voor banden dat je hebt. Ja, kijk maar eens. Dat kan ik wel, want ik weet het echt niet. Ik vind dat die nog te veel slept. Maar ja. Ik ga je zeggen dat spel is zo buggy als maar zijn kan, want als ik Luke pak bijvoorbeeld, die heeft hard slechts, schreef hij aan. Had. Ja, nee, dat schreef hij gewoon niet aan. Vierkelschade, zeg ik. Oh, op met water in mijn gezicht te sproeien! Een harde rijden en vol met rijden. Ah, okay. Mark ook. Iedereen eigenlijk heeft hartstikke, dus dat kan ook wel. Dus zijn er banden waarmee dat je gestrekt zit? Ja, dat ja. Ook. Ik rij eerst de band. Wat happens? Hey, Luc, op je shot. Allee, één ronde gereden, nog altijd blauwe banden. Kom maar, joh. 9-30, jongens, de race is bijna halverwege. Nog maar een uur in de week. Wanneer is de pitpauze? Dat hebben ze bij Project Cars echt niet goed in de smiezen hoe dat werkt, want die dat soort goed weer. Ja, dat vind ik ook wel met die. Ik heb er toch niet bij, hoor. Zelfs de rondjes tegen hier. Ja, in de droom. Mm-hmm. Ja, ik heb deze steam. Nou, ik heb geen safety. Zo goed verlicht is eigenlijk. Doe licht er maar eens uit, hè. Nee. Ah, fuck! Ik zie niks meer! Ja, nee. Het cool is dat je achteruit hier niet te zien de spelen. Ik ben op de buitenkant zitten. Ik vlieg op een hele lucht. Kijk of je kan horen nu. Hou die power in. Gewoon door. Maar Peter, je bent wel een stuk sneller op het rechte stuk. Sorry? Je bent wel een stuk sneller op het rechte stuk. Ja. Dan toch wel wat even lang. Oh! Ja. Ja, ik zie dat een beetje een achter op die curb staan. Allee, jong, kom on! En vierdes. Doe ik niet? Toch ook mooi op de school, maar die eerste pitstop. Ja, ik heb al 3 pitstops gedaan of zo. Mijn engine is overheating. Daar heb ik in de regen. Ja, voor gas genomen. Jee. Zijn we zo in blijven goed. Ik heb nog geen groene band meer gehad. Zoals Paul zegt, hij rijdt als een oude bomma. En pro tip voor de basistemperatuur, de breakdowns een beetje verliggen naar de koude zone. Dan worden die banden wat warmer. Hij wordt beter. Wat te halen, hè? 3 minuten gaat het nog halen regenen. Nee, kom maar. Ik heb al wit. Waar zie je dat dan? Of wat heb je gezegd? Ik heb ingesteld. We zijn nu al, trouwens. Hij doet wel op. Nee, want ik heb 4 slots ingesteld. Ja, dat is het dan nog volgen. Lage stand.
Ja, mijn ruitenwissel kunnen nog een standje houden, dus dat kan ook. Achterbanden blijven niet zo erg natuurlijk. Jawel, rebalans. Rechterliggen. Dan meer van achterremmen, dan hebben we die weg. Voor meer gas geven. Driften door die bocht. Nee, niet driften, dat is wel goed. Oh, Peter werd hier links rechts. Ja, ja, ja. Yes, plekje goed gemaakt. Damage. Paul is ook goed bezig. Nee, dat valt goed mee. Ik ben niet bezig. Malle. Maar zoals ik al zei, ik pak wel je consistency. Ook was dat leuk, maar dat is voor het goed genoeg. Paul, I'm waiting. Ja, nee. Move your horses. We zijn halverwege, alles kan nog lukken. Dat is waar. Dat is ook wel mooi. Nee, niet meer, denk ik. Ik kan sowieso nog één keer moeten pieten minstens. Ja, want de laatste is weer clear, dus dan moeten we uiteindelijk wel een keer terug softer fast erop zetten. Ja, en daar fuel. Ja, de fuel ga ik wel. Tot die tijd. Ik ga gewoon geen nieuwe ballen nemen. Ik denk dat daar iets fout aan staat. Man op de tuur denken dat we uit de west een andere auto is, echt. Ja, ik kan stoppen, dit is echt niet te doen. Ik rijd 4 minuten per ronde, ik zit de hele tijd... Ik krijg geen banden gewisseld. Hier is er niks aan op die manier. Nee, dat banden worden ook niet gewisseld, hoor. Dat blijft. Ja, maar ik krijg hem niet op de weg. Ik krijg hem niet op de... Als je 4 minuten per ronde zit te rijden, eigenlijk. Had je de eerste rage quit? Ik ben er nog niet uit, maar oh, ik ben kwaad. Ik krijg 3 meter en mijn banden zijn geplaatst. Ik krijg nu 2.24. 2.15.8. Ik krijg weer het zand in, en man. 62 uur en nog het zand in glijden. Ja, het ding met deze kast is, je moet snel blijven rijden. Ja, dat lukt mij dus niet, hè. En zojuist achter Paul hoort, ik heb geen grip meer, het ging elke keer mis. Nee, Jawel. Dat heb ik ook gehoord. Nee, maar ik moest van mijn normale pace gaan, omdat ik iets minder snel aan het rijden was. Daarom ga maken. Ging het een beetje. Fuck you. Ja, ik ging 54 uur lopen. Dus maak het deze met die en topreden nog niet uitgespeeld. Ja, maar dat gaat mij wel lukken, jongen. Die topreden ga ik zo uitspelen, hè. Zo keihard uitspelen. Hallo. Peter moest dan op een racebaan doen, we niet parkeren, hè. Ik weet niet wat.
2.12 of 3. Oh my god. Nee, daar zit ik echt niet aan. Nee, dus... 2.24, zo'n beetje. Ik zit ook aan 2.12, bij 2.2. En mijn banden zijn steeds verder afgesleten. Die worden ook gewisseld. Ik denk dat dat het setting is, Peter, van, ja, maar dat... Maar je bent strategie, dat is echt een setting. Dat, ja. Nee, maar er zit een engine setting tussen dat je het aan de crew overlaat als je banden niet geweest zijn. Oh, oké. En als ze niet ver genoeg gesleten zijn, dan zal er waarschijnlijk wel zo'n bukje in zitten, dan laat hij gewoon de oude erop zitten. Nou, mijn crew is nog standaard geslagen. You're fire! Maar het was flink met regen en ik kreeg gewoon verdedigde banden inderdaad ook niet gegaan. Dus ik kon er ook niet meer uit de voet. Nee, ik kon er niks mee. Nee, ik vind het echt te koud te hebben. Het ziet er mooi uit, maar als het moet. Dit is een in de pitstrategie. Dan ga ik naar binnen omdat ik verwacht had. Ik had er mijn... Bommel is er wel, maar droog van prima. Ik heb niet gedacht dat ik het zo consistent ging kunnen volhouden. Ja, we zijn en die OM, OMN en die was houden het ook niet vol eigenlijk, hè? Die zijn al een half uur mensen mee in het racen. Mm-hmm. Ja, dat is een goede pace ook. Moet het maar doen, hè. Ik ga wat amper tijd op doen. Ja, ik vrees dat ik dat chance niet heb met de pits tegen kerstjes ofzo, die niet moeten gaan op een gegeven moment. Want die hebben heel snel een kwalificatietijd. Ik heb dat in gameplay gedaan. Dat is gewoon bij de pits. Ik hoor dat wat er wordt, man. Oh, daar ga ik weer! Oh, man. Maar ik wil niet te hard rennen. Als je dat gaat luisteren, dan moet je banden schermen. Ja, dat weet ik. Het is soms toch te laat, man. Sorry, ja. Ik doe niet slecht, wil ik daar helpen. Ja, maar help me! Jesus Christ, help me! Help me! Oké, dat was dus een echte... Jesus, take the wheel. Hey, maar ik wil niet stoeven, hè, maar mijn vrouw had Spa herkend. Nice. Kom binnen, hé, dat is Spa. Wat? Is dat in het donker? Ah ja. Your pace is steady, but we need a bit more now. Oh, look on here. Your pace is steady, but we need a bit more. No shit, Sherlock. Ja. Die van mij zegt niks niet meer. Wat die is ontslagen! Ik nou, ze komt straks nog wel even kijken. Ik ga er zelf wel eens lezen. Even kijken. 10 minuten wordt het. Hé, maar gaat het wel uit? Gaat het wel geld kosten, hè? Hij kunt het kosten. Nee. Nee. Ah ja, nee, inderdaad. Oh, dat is jammer. Ja, dank je. Ja, ik bedoel, voor mij. Ik had mijn change tires recommended staan. Dat is niet goed. But only the place of tires and they are heavily worn or damaged. Oh nee. Oh nee. Oei oei, wat is het? Ben je kerst? Ai. Met schaven? Ja. Yep. Ai. Oh. Kusjas tennis. In mensgamer zitten we nog altijd ergens. Ja ja. En wij rijden nu aan het rijdt nu vlak achter mij. We hebben nog 300 mannen. Alles. We zijn voorop. Let's see. Hoeveel nog hebben jullie nog mannen? Ah, ik heb nog 31 liter. Ja, dat gaat nu verrekt. 32. Ik heb nog 14. Kan ik hier spekken? Ja, dat kan wel. Dat is zo lang gebeurd. Even kijken. Ja, dat is kijk cool. Ja, recht stuk boven aan de berg. Die ligt me af te komen.
doe ik niet. Wel maar, ik doe het joh. Het begint weer een beetje licht te worden, heb ik een indruk. Ja, dat is gewoon. Ja. En een beetje mistig. Mistig in de regen. Ik zie links in mijn raampje, zie ik zo wolken naar beneden gaan. Ah ja, inderdaad. Nou, dat gezegd, ja. Er is mist ook nog. Oh, we hebben het toch met dat weer gedaan! Ik haat die jongen zo erg. Erg maar, spelerzijds. Ja, dat dacht ik al. Dat is het pure haat dat ik het nu 3 of 4 uit gespeeld. Ja, dat moet maar zo gigantisch voorbij steken. Niet alleen in Project Cars, we zullen het ook even in toegewerkt. Dank je, Mark. Ja. Ja, het weer lijkt hoor. Vet man. Zit er een kopje bij? Wow, misschien. Bijna. Zo. Dat was een verschrikkelijk. Het begint minder te regenen. Het begint minder te regenen. Oh. Baas nog niet drogen, man. Oh, nee. Ah, ben je aan het kijken of wat? Nee. Ja, toch. Ik ben kwast aan het kijken wat nog met GP3 te racen doet, maar er was niks bijzonders op dit moment. Water op de weg, oh man. Nou, dat is wel mooi hoe dat uitziet. Zie je inderdaad dat water hier over de vooruit weg stroomt. Oh! Mooi. Wacht even. Merci. Ik maak er altijd domme fouten. Kom niet op mij uit te wijken. Ja, heel onrechtstreeks, dus ik kan het niet op jou steken, maar ik ging een andere lijn naar jou om jou te ontwijken. Ah ja, dan gaat het fout. Dat is zo heen vertrokken. Heel fijn, let op maar. We zijn allemaal met 6. Hoeveel zijn we gestart? 16 zeker? Nee, 12. Ja, en die laatste moet je niet tellen. Die staat daar aan de kant van de weg en die doet niks. Ja, Max. Zo heb je een gele vlag. Ik heb geen gele vlag op dit moment. Het zal lokaal zijn. Enkel in de sector. Net na de busstopje komen. Kijk, de nummer 2, die is inderdaad echt zo snel. Ja. Die jij nog niet bij gehad? Hier dan over een minuut. Woes. Zie je, die heeft net iets op gehad, want... Je bent goed bezig, jongen. Dankjewel. Don't jinx it. Oh. Haber. Dat is wel Haber ineens. Ja, ik ben zo over, dus ik moet daar... Sorry dat ik win nog. Team drops. Dat is niet goed. Over een minuutje wordt het, nee, over een minuutje of drie wordt het. Twee of vier. Oké. Ja, beloofd. Ja. Doen we allemaal goed af. We spelen met jouw komende zon. Ja, inderdaad. Ja, het is heel mooi. Je krijgt ook echt de indruk dat het einde van de regenbui nabij is. Hè? Dus de wolken beginnen lichter en lichter te worden. Ja, mijn bed is niet op. Gigant is echt te slijten. Ah. Dat valt niet. Ja, want toen natte schroeven, hè. En dan, ja, die waterklas is echt mooi gemaakt. Dat is gezegd. Oh, dat is vervelend. Op tijd, als je bandjes te warm worden, passen ze op zoeken, hè. Als je droge lijn krijgt.
Is dat echt, ja? Ja. De regenman is niet gemakkelijk door de baan. Nee, ik zit in een race op de Red Bull Ring, qualifying team. Ja? Is dat wat te doen dan? Ja. Dat is heel raar, want er stond nog 3 minuten race. Dus ik klik erop om te kijken en wacht, ze zit nog in de qualifying. Oh, wacht even, dan even kijken. Wow. Zit ik er? Ik zie jou helemaal niet. Nee. Wacht even. Dit is nummer 2. Eerste Jotte spin. Oh, ik zal even kijken hoe ik kan zijn. Ik heb gewoon weer. Ik vind het leuk. Nee, maar het is wel. Het is onderop. Ja, dat is vervelend, hè? Ja. Wel met kussen beschermen. Oké, dat zei dan. Red Bull Ring 50? Ja. Oh ja. Ja, maar volgens mij is hij vol. Oh nee. Wat? Oh, kan ik dan nog wel? Doe nog iets, mannen. Laat, dank je. Ja, kom maar. David Cero. Dank je, Mike. Ik heb kom, nog... Ik sta 16 rondes achter, man. Ik heb nog 15 in. Dus ik ga gewoon door dat ik... soft opgooi. Ik zie dat hier niet opdrogen, hoor. Nee, nog niet. Er is ook minder regenval, wel. Maar eerst moet de baan ook nog worden. Deze is wel een droge lijn. En met deze banden kan ik nog even door, dus hij niet echt. Ik denk dat dat voor mij vooral door het zand is gekomen dat je zo slijt. Ik heb een nieuwe wetsie gekregen. Ja, maar in een slechte timing misschien met rond. Die, ja. Nee, Peter, wij... Ah ja, ik zie je ook voorbij staan. Om sticht hadden we een nacht, denk ik. We gaan het naar de klagen. Dan wel weer naar Peter doen, ja. Ja, ze zijn de wisselige banden. Heel snel, zet ik. Och, dat is wel met automatisch, of doet dat zelf schakelen? Oh, wat is dat nu? Hè? Huh? Ik rij niet meer. Oei! Wat is hier nu gebeurd? Dat snap ik niet. En uw benzine staat niet op nul, dat kan niet, hè? Wat is dat nu? Waarom kan ik niet meer rijden? Maar jij gaat nog wel vooruit, hè? Ik snap het niet goed. Ja? Ik ga automatisch. Ik ga niet doen. Sinds dat ik aan het stoppen. Ja? Dan heeft u een andere drijver overgenomen. Wat? Kan dat? Maar bakt er wel niks van. Nee, daarmee. Dat is kei slecht. Maar ik zit aan de binnenkant, hè? Oh nee, dat doe ik hier nu 2 keer. Zeg die jongen die al 3 keer gedubbeld is. Kunnen we niet terugpoeten? Ja, ik heb jaren niet aan het doen. Ja, dat maar dat is dan nog macht over. Ja, dat is het eerste. Ik wist niet of je dat kon doen, ja, je rustig van dat niet. Nee, ja, ik dacht dat hij een multiplayer kon werken. Dat is dus uw klaspauze eigenlijk. Ja, inderdaad. Nou, het was nou wel een bekende minuut. Meer, man. Ja, ik heb niet wel gekozen voor harde banden, man. Fuck it. Ja, ik ben geslipt, Paul. Weet je wel? Kom het?
Oh manneke, you're pushing my buttons. Ah man, dat is zonde. Ik wist dus echt niet dat dat kon. Zomaar een virtuele chauffeur in uw auto. Ja, je hoeft niet eens kijken jongens. Ja, maar je ziet dat ik wel in multiplayer. In ieder geval maar. Ja, dat kan in multiplayer ook met ik ga maar iets. Hoe je weet wat. Ja, lijkt mij wel een goed momentje voor. Zou ik het proberen? Je weet niet, mag rijden. Toch wel dat ik niet mag rijden, ik ben een automatische piloot. Het is op sommige stukken nog gewoon net hoor. Ja, ik heb controle. Yes. Ja, een beetje aquaponing. In de rechts. Ik kan dus niks. Ik ga het maar proberen. Kurk, zegt het. Oh, het is echt nog nat hier. Mag niet uit jongen. Die regels aan de remmen. Dus ik heb nog maar 8 meter, dus ik zal toch wel een keer moeten. Oh ja, hier zijn er al door een stukje, dat komt goed, dat komt goed. Oh, dat is wel goed man, dat is goed te doen. Je ziet al goed te doen. Wauw, mijn banden zijn nog goed, mijn laptops zijn nog oké. Ja, dan ben je snel koud, dat is geen scenario. Voilà. Het risico is nu nog te groot voor. Als jij nu niet in de pits moet, is het risico gewoon te groot om nu te gaan. Ik moest erin dus. Ja, precies anders. Ik heb al een minuut en al afgeleid, zeg al de eerste. Dat is 2 minuten en al afgeleid. Ja, echt gestomd hè. Ik begin nu wel de wet zo op het te krijgen. De baan door dat van penalty, ja, dat gezien. Ik? Hey. Ja, ja, wij weer. Godverdomme, zit hij weer tegen me aan. Olle! Jezus man. Zeker achter elkaar. Ik sta op de tarren. Maar ik heb ook niet gevoeld van Bert, dat we gewoon in 2 groepjes aan het rijden zijn nu. Ja. Zo, de pit zit. Nog van eindig. De stiks zijn toch nog van eindig. Aan en toe goed opletten, dat zijn gevaarlijke punten. Ja, ik ga het proberen. Ik ga het nu wisselen. Maar ik sta 8 minuten voor op Mark, dus ik denk dat hij wel goed komt. Fuck you! Brandstof erin. Bandjes wisselen. De weg begint op te drogen. Op sommige stukken toch? Normaal gezien hebben we nu pas 5 minuten gereced. Marco dubbelt zich hier. Lol. Oeh, repair, dat was dan niks kapot. Alle bam! Was. Je zag me gaan, hè, Luc. Ja, een beetje te wild. De gas. Release and go! Allee, Luc. Bal aanhouden zit ik nu op slikse, jongen. Ja. Soft. Balls to the walls. Oh, dit gaat pijn. Och, het is maar 10 minuten meer. Ik vond het echt wel vet, s'nachts in de regen. Ja, dat is cool. Ja, ik wil ook wat meer controle over die banden hebben, dat moet ik echt leren. Dat was gewoon volgende, ik had een diepe of ik had een setup gemaakt, hè, van jou te week. En al een of andere heeft die andere gekomen. Ja. Ik kunt hier overrijden, dit is het ook. En dan een minuutje. En dan kom ik bij de minuutje. Oh, waardeloos, maar de 21ste tijd. Ja, ik ook zweet, ik heb nog één rondje. Hé, we staan achter elkaar. Ja? Ah ja. Ja, ja. Uitdagend. Ah, wel hè. Jichterig. Ik moet zeggen, die LMP1 auto stiekem wel. Oh, luister goed. Ja, ik moet je er goed tegen sturen.
Als moet. Niks spannend eigenlijk. Ja, dan gaan we een race doen, ja, want hij heeft. Maar die loopt wel leuk, toch? Sorry. Nou, ik vind het prima, kan wel zo. Nou, Peter, ik hoef dus mijn punten te verliezen. Ik kan de race er niet bij gekregen. Vol, geen diep klasse te vermijden. Oh ja. Zeg je net, een milliseconde te laat. Schuif, schuif. Oh, ik vind het al leuk. Peter, dadelijk bij de start, hè, met een hand geschakeld. Dus hoe doe je, laat je gewoon in neutraal staan en dan gas geven en dan... Oh, wat is dit nou? Oh. 7 minutes remaining. Nee, maar in zijn één dan... Van de juist een één op laten. Ja, dat is mooi. En dan is één op laten. Ja, ik heb het al. De rond is af. Ready. Ja, hopen dat ik nog niet op een dag krijg. Ik kon niet voor bremsen niet. Het is niet meer te doen. Hier gaat het beter en beter natuurlijk. De eerste beugel op de park. Oh man, wat een vuilslag. En ik leg 10 van de 20ste. 13. Dat was schaar. Check confirm lock now, we'll be ready for you when you get here. Wow. Schade gereden omdat ik op het plas ben gegaan. Ja? Ja. En de pitten. Laatste pitstop, kom op. Kom aan Mark, dat kun je inhalen, kom aan. Sure you do, sure. 5 minuten, ik heb 5 minuten in die pit staan, echt waar. Nee. Ze vinden eerst schroefje niet, zonder een auto ingerold, ze vinden niet... Ja, zoiets zal het wel zijn, ja. Zo nergens in een YouTube filmpje met pitstop bloopers ofzo? Fuck. Waarom zetten ze nu 55 liter in, dat heb ik toch... Dat heb ik niet ingesteld, ja. Het is niet anders. Moet het er maar mee doen. Let's go! 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 Oh, is dat ook net in geweest? Ja. Nee, ik ben er nu aan het gaan. Oh, maar ja, maar je hebt mij al gedubbeld volgens mij, of niet? Ja. Ja, dus nu net, hè? Dus... Ik ga er niks mee winnen, joh. Maar hier komt Mark zelfs de lassoers door. Ik probeer een rondje te rijden, ik zal een rondje te rijden. Ik ben er nog lang niet. Oh nee, toch niet. Hartstikke. Yep. Dit zou comfortabel moeten doen. We'll be right back.
Sorry, Dan. Is he langs? Ja. Pas op, ze hebben de borden kapot gereden. En hier zijn al een paar gespunt. Dit is van mijn oude reden, de SUS. One minute to go. Respect. Ook voor u, Mark. Ik ben niet gemakkelijk te verzoeken.
Ja, maar ik had wel een race kwets verwacht ergens daar in het midden. Ja, ik had echt moeilijk. Ik ben toch blij dat ik het gedaan heb. Nou, ik ook. Ja, ik had ook ergens een achievement unlocked van iets met die pitstop. Dat was ook ergens dus mijn eerste keer. Cooldown lap. Potential 2025. 2017. Ik heb nu 2023 gereden. Ik heb nog 2050. 1.51.2. Potential. Fuck me, dat was fun. Ja, deze was... Amai, zeg. Dat was echt fun, man. Echt ja, waar. Ik vond hem ook goed. Ik vond het ook goed. Ja, moeten we nog eens een keer doen. Maar ja, dan moet ik eerst eens leren om die banden rustig te doen. Ja, ik wil leren. Ik moet ook meer onder controle hebben. Ik ben een beetje geëindigd en een derde tijd. Nee, hey, tweede tijd. Tweede tijd. Dus 1.30, dus ik ben niet gelapt. Dat is 1.30 op mij, hè? Ja. Oh ja, ik ben wel gelapt. Ja. Oké, okay, gaan gebeuren. Ja. Iedereen is gelapt. Zelfs Luc is gelapt. Nee. Ik heb 27 ronden gereden. Ah, ja, inderdaad. Hé, hey, ik heb wel de meeste pitstops. Ik heb 5 pitstops, ja, man. Awesome. Voilà. Hi. Het is allemaal wel af, dus ik ben er weg. Ja, ik ga de stream stoppen, jongens. Ik vond het niet meer. Tot de volgende.